Daardoor ben ik zo mezelf voorbij gegaan. Mijn leven al jaren niet meer gewoon. Je was echt helemaal weg of zo. En dat, je kon het gewoon allemaal eventjes niet meer processen. Wij zijn op weg naar een meeting. En een van de dingen die ik dus doe om geen stress te hebben op een dag, is echt absurd vroeg vertrekken als ik afspraken heb. Echt, ik ben zeg maar liever een uur te vroeg dan 1 minuut te laat. En dan gebruik ik die tijd die ik dan over heb, ga ik gewoon of een podcast luisteren of iets lezen of weet ik veel wat. En dan heb je gewoon geen stress in je leven. Maar, of nou ja, in je leven. Zo simpel is het. Ja. Super eenvoudig. Nee, dan is dat gewoon chill, weet je. Dan kom je ook niet verhit en gestrest die afspraak in. Maar we zijn nu dus op weg naar een afspraak. En dat is best wel een eentje rijden. 1 uur 20 geloof ik. En we zijn 2 uur van tevoren weggegaan. En het ziet eruit dat we alsnog te laat komen. Omdat er echt een mega file is ontstaan. Max, en nu stress? Ja. Ja, ik vind het echt zo vervelend om te laten komen. Gaat het, Max? I'm trying to be famous. Hoe dan? Nee, niet. Dan moet je talent hebben. Oh. Nee, dat is helemaal niet waar. Je hoeft helemaal geen talent te hebben om famous te worden. Hashtag make Max famous. Even reep spotten nu we toch in Tilburg zijn. Yay. Yay. Nou, we hebben dus net die meeting gehad bij Interpolis. En, hier, dit is Albert Heijn. Ja, en, want de meeting ging onder andere over deze video. Maar we gaan nog veel meer doen met Interpolis samen op het gebied van ja, burn-out klachten eigenlijk. En het is wel grappig, want gisteravond had ik het met Max erover of ik deze meeting, of ik wel mee zou gaan. En ik had toch besloten het wel te doen, omdat ik voelde me wel eigenlijk een beetje shit. Maar als ik aan die meeting dacht, dan verergerde dat het niet. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen, want ik vind het wel belangrijk. En deze meeting bevestigde ook weer gewoon van hoe fijn die mensen zijn die daar werken. En hoe ze echt oprecht het goed willen doen. En mensen echt willen helpen. En ja, ja, ze doen het wel voor de juiste redenen. Ze proberen niet gewoon te scoren met, dit vinden millennials belangrijk, dus wij gaan proberen zo verzekering te verkopen. Ze zijn echt betrokken, ja. Ze willen helpen en ze vinden het belangrijk dat dit probleem wordt aangepakt. En dat vind ik heel tof. Ja, en dus ook met dit is dan een project, dit is natuurlijk eigenlijk werk, maar ze geven me echt alle tijd en ruimte om deze video te maken. En dat past dus ook weer precies bij het onderwerp en daarom klopt het allemaal zo goed. En dat is wel heel tof. En nu gaan we weer lekker naar huis en de rest van de dag niks doen, hè Max? Nou, we niet hoor. Sommige mensen moeten gaan aan het werk. Oh. Ga ik wel chocola eten? Oh ja, dat zou je anders echt niet gedaan hebben. Hallo lieve mensen, ik heb een leuke dag gehad. Ik heb vanochtend wat facturen uitgestuurd. Altijd toch wel weer prettig als je weet dat er weer wat geld aankomt en zo. Dus dat heb ik gedaan en ik heb met Max aan een klein werkdingetje gewerkt waar we echt heel veel lol aan hadden. Oh shit, ik moet nog schoenen aan. Ik zou zo zonder schoenen de deur aan lopen. Gekke malle meid. Nu ga ik naar vriendjes toe. Anyways, nu. Ik moest denken aan iets. Dat er volgens mij een misvatting is over mensen die burn-out klachten hebben. Of misschien wel burn-out hebben of overspannen zijn. Dat die. Oké, Furbs. Ik rent opeens weg. Dat misschien er wordt gedacht dat die heel veel thuis zitten en alleen maar huilen en verdrietig zijn of sip of weet ik veel wat. En dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar dat hoeft niet. Het is niet bij iedereen zo, zeg maar. En als je dus met burn-out klachten kampt, kan het ook zo zijn dat je denkt dat je misschien geen lol mag hebben.
En dat het raar is als je zou lachen of zo. Als je ziek thuis zit. En dat is natuurlijk niet zo. En het is ook hartstikke goed om... Oh, doeg Max trouwens. Graag. Ik ga ervan door. Kom je nog terug hier of niet? Nee. Oh, okay. Ja, vanavond. Ja, ooit een keer. Ze komt ooit een keer terug, mensen. Doei! Ben ik even een lucky man? Maar ja, dus als je daar zin in hebt, dan moet je natuurlijk vooral gewoon positieve energie opzoeken. En als je dat bij vrienden eruit haalt, dan is dat heel erg mooi. Dus, dat wilde ik kwijt. Het is een beetje een warrig verhaal geworden, volgens mij. Maar ja, en hier zien jullie mijn positieve energie voor vandaag en over belichting. En het is... Tikkie Stijn. Dat is op. Dat is echt. Dit is echt sick. Dit is echt. Tering, waarom kan je dat op commando? Dat is echt raar. Ja. Maar ook gewoon een goed lijkende zijn. Ja, weet je, misverkiezing. Het is wel aanstekelijk. Volgens mij komen even goed de endorfine vrij, hoor. Ja, het ja. Blijkt zelfs. Dat is je, zo. Als je een potlood de hele dag tussen je hier hebt. Niet. En serieus. Ja, ja, ja. Dan blijven die spieren die gaan. Dan word je, krijg je dus inderdaad endorfine. Kijk, dat is de tip van de dag. Dat moeten ja. We hebben. 3, 2, 1. Echt deze vrouw. Wat vind je daar nou van? Ja, fantastisch. Beide mooier, mooier dan vrouwen. We kunnen echt alles faken. Oké, wat is jouw gevoel als je dit ziet? Wat denk je dan? Ik ben namelijk bang dat dit voor heel veel mensen een gevoel van stress oplevert. Hartkloppingen, pijn in je buik en... Ja, geldzaken kunnen ook echt wel mega bijdragen aan burn-out klachten of gewoon überhaupt stress en je mentale gesteldheid. Ik kreeg deze in de brievenbus en gelukkig wist ik al wat ik kon verwachten. Ik heb mijn financiële zaakje best wel op orde. Ik maak altijd spaarpotjes aan. Ik zet... Sowieso btw en belasting zet ik altijd meteen apart en sowieso meer dan nodig is. Echt gewoon ruim te veel eigenlijk. Zodat ik het altijd kan betalen als ik rekeningen heb. Dat moet natuurlijk maar net kunnen. Ik bedoel, niet iedereen kan sparen. Maar ja, ik vind dat wel een heel belangrijk ding om mee te geven. Want er zijn ook genoeg mensen die... Heel erg in het moment leven en dat snap ik en dat is ook heel erg goed. Maar dan vervolgens niet een envelop proberen durven open te maken. En dat is volgens mij zo'n naar gevoel. Het niet durven openmaken van je post. Omdat je niet wil dat er een mega rekening in zit. En dan vervolgens misschien zelfs de envelop weglaten of wegleggen. En er niet naar kijken en dan een nog dikkere boete krijgen. Of weet ik veel wat. Ja, dus dat wilde ik even met je delen van, ik krijg hier gelukkig geen stress van, maar het is echt wel een heel belangrijk onderwerp, wat we ook wel een beetje bespreekbaar mogen maken misschien. Wat vind jij, Bowie? Bowie heeft niet veel stress. Oké, nou heel even nog behind the scene, zeg maar, want ik was net dit stuk aan het opnemen en ik merkte dat ik meteen al niet uit mijn woorden kwam en ik... Werd gefrustreerd en gefrustreerder. En ik wil die camera het raam uitflikkeren. En ik ben me zo aan mezelf aan het irriteren. Dan omdat ik niet uit mijn woorden kom. En nu ook weer zeg ik 5 keer En ik moet dan gewoon stoppen met filmen. En gewoon later opnieuw beginnen. Al is het maar een kwartier later of zo. Maar... Wat kan je jezelf dan in de weg zitten? Zo irritant. Goed. Over en sluiten. Max. Hé,
Ja, tot zover mijn experiment. Als ik nu terugkijk naar deze beelden, dan verwacht ik op dit moment als kijker een soort van ei van Columbus. Happy ending, alles is goed gekomen. En dat zie je ook vaak in films en vaak ook wel documentaires. Maar dat is helaas niet de werkelijkheid altijd. Niet voor dit moment en niet voor mij nu. Ik ben nog steeds niet waar ik moet zijn. Ik moet nog steeds beter mijn grenzen leren kennen en het ook nog wel een beetje rustig aan blijven doen. De ene dag gaat beter, er zijn heel veel ups en downs. Maar waar ik wel achter ben gekomen is dat ontspannen is een werkwoord. Netflixen bijvoorbeeld werkt voor mij gewoon niet echt als ontspannen. Ik moet echt actief niets doen eigenlijk. Bijvoorbeeld wandelen, sneller wandelen, dat noemen ze hardlopen. Hè? Of misschien lezen of kickboksen of nou, iets in die trant. Maar in ieder geval gewoon zitten doet het voor mij niet. Het werkt sowieso voor iedereen anders. In deze video heb je mijn ervaring gezien. Ik geef niet per se een goed voorbeeld. Ik denk dat ik eigenlijk rustig aan zou moeten doen ook. Maar deze maand is ook echt heel anders verlopen dan ik had gedacht. Geen experiment waar ik zo weinig controle over had. Maar goed, zo gaat het leven. Ik heb nog een paar vragen die ik aan Nooska, mindcoach, ga stellen. Dat zie je hierna. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog even iets kwijt. Ik ben echt zo dankbaar voor alle steun die ik krijg van Max. Hij kan mij zo goed lezen. Hij weet vaak nog eerder dan ik als ik weer eens over mijn grenzen ga. Op de een of andere manier ziet hij dat in mijn ogen of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ja, dat is echt... ja, hij is zo'n rots in de branding, om het zo maar even te zeggen. Ja, ik wens iedereen zo iemand toe. Of het nou je partner is of familie of vriendin. Dat, daar heb je heel veel aan. Ondanks dat je het allemaal zelf eigenlijk moet oplossen. Of zelf het werk moet doen. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Gaan we nu naar Nooska. Inmiddels ben ik bij Nooska. En Nooska kennen jullie misschien al wel uit een eerdere video. Nooska en ik kennen elkaar inmiddels alweer wat beter, want sinds kort heb ik Nooska ook gevraagd om hulp om me met al mijn dingen die jullie voorbij hebben zien komen in de video te helpen. En dat is echt heel erg fijn tot nu toe. We hebben 2 sessies gehad en ik voel me al een nieuw mens. Ik hoor vaak dat een hoge werkdruk of bijvoorbeeld financiële stress vaak als aanleiding voor een burn-out wordt genoemd. Maar wat zeg jij is meer het onderliggende probleem of oorzaak eigenlijk? Dus een burn-out heeft natuurlijk in die zin 2 oorzaken. Bij de werkgever zit een oorzaak. Maar ook wel degelijk bij de werknemer. En als werknemer kan je het beste ook gewoon naar je eigen oorzaak gaan kijken. En dat heeft veel meer te maken met de druk die je zelf oplegt. En vaak is dat niet alleen met betrekking tot werk. Dus sociaal. Wie moet je van jezelf allemaal zijn? Hoe netjes moet je huis zijn? Hoe vaak moet je sporten? Dus het gaat veel meer over een druk die je dagelijks jezelf oplegt. Die op een gegeven moment ontbreekt. En als je dat werktechnisch ook doet. En daardoor je werk eigenlijk heel slecht kan afsluiten. Dan ben je constant aan. En dat is waar een burn-out uiteindelijk vandaan komt. Want er zijn best wel veel mensen die denk ik goed gaan onder een hoge werkdruk. Ja. Dus ik zie het veel meer voorkomen bij de mensen die perfectionistisch zijn. Die zich die lat zo hoog leggen, dus die een bepaalde druk zichzelf opleggen, die eigenlijk niet haalbaar is, constant niet. En op dat moment is er dus heel weinig ruimte voor ontspanning. Nou, dan weer even terug naar mij. Want eerder in deze video zie je dat ik een hele leuke, maar ook drukke dag heb gehad. Dat ik meteen de hele nacht daarna niet kan slapen omdat ik wakker lig. Gewoon helemaal hyper de piep eigenlijk ben. Hoe denk je dat dat kan? Als je merkt dat je in bed dus heel vaak wakker ligt, ben je eigenlijk te laat. Een drukke werkdag is belangrijk om te kunnen verwerken. Dus er moet een moment zijn van druk naar rust. Dus is op kanten geweest. Ben je thuis gekomen, ben je gelijk gaan eten? Heb je nog gesport? Of heb je een moment van release gezocht? Even. Dat niet die avond, nee. Ontspanning. Nou, dat is essentieel. Dan betekent het dat je dus ergens nog een keer moet verwerken. En dat gunnen we onszelf eigenlijk niet de tijd voor, maar het moet. Ja. Dus je lichaam zoekt gewoon een moment. En dat is ten alle tijde het moment dat we naar bed gaan. En eigenlijk uiteindelijk zijn het natuurlijk vaak gedachten waar we van wakker liggen. Ja. En die hebben we vaker en veel meer in tijden waarin we dus meer angst voelen. En behoefte hebben aan meer controle. Dus ik zou het ook, als het vaker dan een nacht is, je willen aanraden om het te zien als signaal. Waar zit ik nu op mijn werk? Of werktechnisch gezien of in mijn leven? Wat speelt er? Wat voelt eigenlijk
instabiel? En waar ben ik s'avonds met mijn denken controle proberen aan het uitoefenen? Dat soort vragen mag jij jezelf stellen. Even wat werk. Even wat eerlijkheid naar jezelf. Dat is het eigenlijk. Ja, ik denk dat ik vast niet de enige ben die wel zo'n nacht heeft. Wat zou jij voor tips hebben voor mensen die misschien nog niet echt burn-out krachten hebben, maar meer om het te voorkomen eigenlijk? Ja, en die zich misschien dus wel herkennen in wat we hier zeggen. Ja. Het belangrijkste is dat je jezelf leert vertragen. En dat is best wel moeilijk. Want zodra ik een uurtje heb, denk ik, oh, dan kan ik net nog even dit. En dan kan ik net nog even dat. Ja. Nou, tegenwoordig kies ik daar dus heel bewust voor. Dan is het maar even een zooi hier. Of dan heb ik die e-mail maar even niet gestuurd. Dit is het enige momentje waarop ik even in de vertraging kan. Ja. Dus in de vertraging gaan, eigenlijk gewoon heel serieus nemen. En je zal opmerken dat als je dat doet, dat je veel bewuster wordt van de signalen van je lichaam. Mm. En een burn-out gaat zich uiteindelijk fysiek manifesteren. Dus er komen lichamelijke klachten die je eigenlijk al lang had kunnen voorzien. Maar je niet hebt geluisterd. Niet hebt geluisterd. Ja. Dus dat is essentieel voor iemand die zich op zich wel herkent. En ik ben wel een bezig bijtje en ik kan wel in perfectionisme schieten. En ik moet ook altijd wel een hoop van mezelf. Is er voldoende vertraging? Neem je de tijd om naar je lichaam te luisteren. Want het lichaam haalt je op een gegeven moment echt in. En je denkt, nou, die signalen krijg ik wel. Maar als ze helder zijn, dan zijn ze vaak al best wel ernstig. Mm. En het doet zich veel meer aan in hele kleine signaaltjes. En het is wel heel fijn als je dat opmerkt en kan zien. En dat je kan leren in die zin nee te zeggen. Want nee is heel vaak een ja tegen jezelf. Dan zijn er helaas ook heel veel mensen die wel al echt fysieke burn-out klachten hebben. Ja. Heb je nog tips voor die mensen? Nou, ten alle tijden zoek hulp. Ja, het is op dat moment is het zo fijn als je met hulp echt naar die oorzaak gaat. Ik zie zo vaak bij mensen die een burn-out en gaan uitrusten. En op een gegeven moment weer gaan beginnen, maar eigenlijk nooit hebben gezien waar de burn-out uiteindelijk door is ontstaan. Ja. Dat is precies eigenlijk wat ik heb gedaan. Want bij mij begon het in januari. Ik dacht, komt wel goed, ik moet gewoon even wat rustiger aandoen. Kwam er niet uit. Nu heb ik hulp gezocht. Ja. Ja. En dan kan je naar de oorzaak. En dan is de kans dat je dingen gaat aanpakken fundamenteel. En het je dus niet meer overkomt, veel groter. Ik zie namelijk best wel vaak dat burn-outs nogmaals gebeuren. Omdat mensen niet de signalen van de eerste keer eigenlijk goed hebben onderzocht. Ja. Er is eigenlijk uiteindelijk maar één oplossing. Dat is echt minder doen. Ja. En niet... Ik zie heel veel mensen in een burn-out alsnog schieten in nog steeds allerlei dingen doen. Maar die ontspanning zouden moeten geven. Oh, ja. Ik ga nu naar yoga, naar dit, naar yin en een workshop daar. En uiteindelijk is het nog steeds heel erg doelmodus. Ja, omdat ze vinden dat ze het moeten in plaats van dat ze het willen. Dan toch? Exact. Ik zou niet eens specifiek yoga aanraden. Terwijl ik een hartstikke yoga fan ben. Ja. Want als ik naar jouw case kijk en ik zie dat er moet gewoon veel minder op die agenda. Ja. Dan skippen we ook die yogales even, weet je wel. Het is natuurlijk wel belangrijk om zonlicht te gaan zien en naar buiten te gaan. Ik zou het dan altijd iemand aanraden een rondje te gaan wandelen. Dus dat to-do-lijstje, daar gaan we gewoon echt van schrappen. Ja. En daardoor komt er gewoon rust en kalmte. En is er ineens wel heel veel meer vrije tijd. En dus kan ook een beetje confronterend zijn. Want daardoor komen dingen aan het licht. Maar dat is dus de bedoeling. Ja. Dus minder doen is misschien eigenlijk wel het beste advies. Voor iemand die al wel echt in een burn-out zit. En dan de tijd die erover blijft gaan met jezelf aan de slag. En externe hulp zoeken. Door middel van externe hulp zoeken. Ja. Want het is echt wel pittig om je eigen lessen op dat moment goed te kunnen zien. Ja. Je bent echt in de war. En ik heb altijd hulp gezocht zelf. Dus dat moet je echt niet zien als een zwakte. Dat is heel normaal en heel logisch op zo'n moment. Volgens mij, ja, ik vond het weer super interessant wat je allemaal zegt. Ik denk dat mensen hier absoluut iets aan kunnen hebben. Volg Mushka ook vooral op Instagram, want daar post ze regelmatig echt hele interessante inzichten en verhalen en eigen gevoelens en hoe ze daarmee omgaat. Dus doe dat vooral. Als je sessie wil inboeken, kan dat natuurlijk ook. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video.